Volgens de grondwet moet je eigenlijk elk jaar in oktober een jaarplan indienen. En eens per vijf jaar, dacht ik, een meerjarenontwikkelingsplan. Er was al een ontwikkelingsplan hè, van uh, de vorige regering. En dat liep nog tot dit jaar. Dus vandaar dat vorig jaar geen ontwikkelingsplan is ingediend. Wel een jaarplan. En dit jaar is er dan een nieuw ontwikkelingsplan hè, voor. 2022 tot 2026. Ik moet zeggen, het ziet er best wel goed uit. Fris. De assemblée moet dat natuurlijk behandelen. En dan krijg je de discussies over al die sectoren enzovoort. Dus ik denk dat de president al daaruit zal putten. Ook in zijn jaarreden voor dit jaar. En in welk opzicht zal het verschillen van het vorige MOP? Het vorige MOP... Kijk, ontwikkelingsplannen... ...zijn geen gedetailleerde plannen. Hè? Omdat, ja, als je over het hele land praat en over vijf jaar... ...dan kan je niet zeggen van, hé, hey, in coronie gaan we in de sector kokos, gaan we dat doen. Nee, je geeft een algemeen beeld van de sectoren. En waar zijn de beste resultaten te halen, hè? Waar kan je de meeste waarden toevoegen. En dat is in dit ontwikkelingsplan wel gebeurd. Dat er een aantal sectoren wordt aangegeven. Van, hey, als je daarin zou investeren, zou je de meeste waarden eruit halen. Hè, bij die sectoren minder. En op die manier heeft men toch een onderscheid gemaakt naar prioriteiten. In het vorige ontwikkelingsplan waren er eigenlijk geen prioriteiten. Het was heel open. En iedereen kon zelf invullen wat ze wilden. Hier zijn toch wat prioriteiten aangegeven. En bij elke sector is er een lijstje van wat zijn strategische zaken die je moet uitvoeren om het, die sector echt uh, beter te ontwikkelen. Hè, dus ik denk dat het wat meer leidraad geeft dan het vorige ontwikkelingsplan.